zo saai. Nou, bedankt. We gaan lekker Jeltje van de school brengen op deze vlogmasdag. Ja, kijk eens. Heel voorzichtig. Oké, vandaag vind ik de sneeuw iets minder leuk dan gisteren. Want ik moest heel even naar de Action en die auto die moest ik gewoon echt helemaal uitgraven. Er ligt nu ook allemaal sneeuw onder mijn kont. Ook goedemorgen trouwens. Ik was even iets later van start gekomen vandaag, omdat ik heel erg moe was en een beetje duizelig. Een beetje boelduizelig. Ik ga nu ook echt even dropjes halen en zo. Ik ga even boodschappen doen. En naar de Action. Daar wilde ik heel vroeg heen gaan. Dat is het inmiddels niet meer. Het is alweer 10 voor 12. En ik moet echt een beetje opschieten. Want het is daar in de ochtend alleen die lijm die ik nodig heb voor Jolader slijm. En ze zeiden op maandagochtend moet je die halen. Want alleen op maandagochtend hebben ze het. Dus ik hoop dat ze het nog hebben. Voor Jola vooral. Dus dat ga ik doen. En ik wil nog even wat extra kerstversiering gaan zoeken in de Action. Zouden ze daar ook zo'n soort lichtjesgordijn hebben? Want dat lijkt me zo leuk voor aan de muur. Ik heb dat wel eens gezien in restaurants en ik vind dat echt mega leuk. Maar ja, geen idee of ze dat daar hebben. Ik ga kijken! Gevonden wat ik zocht, zo'n gordijn, weet je wel, met allemaal van die lichtjes die zo hangen. Die heb ik niet gevonden, maar wel de lijm voor de slijm. Het zijn wel ineens hele kleine tubetjes, of hoe noem je dat, busjes, dingetjes. Dus ja, ik heb er heel veel moeten kopen. Maar Jola moet maar niet al te veel slijm in één keer maken. Dus ja, dit is allemaal weer lijm, lenzenvloeistof, heel veel glitters. We gaan dus binnenkort kerstslijm maken. En scheerschuim. En volgens mij is dat wat we nodig hadden. Ik heb nog wat dingetjes gekocht zoals dit voor school als ze kerststukjes gaat maken en zo. Dus, en deze kwam ik tegen. Leek me ook heel leuk voor haar. En dan nu. Ga ik verder. Ik heb even gegeten en zo. En ik ga een video opnemen voor Hero Baby. En ja, dus ik ga ruim op tijd weg. Want ik weet niet hoe lang het gaat duren in de auto met deze sneeuw. En zoals je ziet had ik het net heel erg koud. Dus ik heb mezelf nu helemaal ingepakt. Check. Ik ben er en ik heb echt 3 momenten gehad dat ik echt heel erg bang was. Ik hoorde net ook op de radio dat het gewoon code rood is. Oh no. Dat wist ik helemaal niet eens. Ik vond het echt eng, vooral het zoeken naar parkeerplek. Dat je dan in van die weggetjes moet, waar dus helemaal niet gestrooid is en gewoon vet veel sneeuw ligt. Ik ga gewoon heel erg langzaam, want ik weet gewoon dat als ik moet remmen ineens, dat ik gewoon echt zo doorglijd. Heb je gekke behoeftes tijdens deze zwangerschap? Ja, ik heb heel veel zin in alles wat slecht is. En normaal ben ik geen snoeper, absoluut niet. Maar ik heb nu heel erg veel trek in gewoon echt suiker en chocola en alles eigenlijk. Voor een goede tijd van het jaar dan? Ja, echt. Of niet. Af en toe een wijntje, dat wist ik wel, ja. Ja. Dat was het interview. Super leuk om te doen.
En ik ga nu rijden. Ik hoop echt dat het een beetje te doen is. Zo snel mogelijk maar richting de grootste wegen. Die gewoon niet al te glad zijn. We gaan met die banaan de sneeuw in. En dan ga ik er niet meer in. Nou ja, dan ga ik... En dan, oh ja, dan moet ik heel snel die vlog editen. Ik ben thuis. Ik heb het gered. Ik geloof, het valt nog mee hoe lang ik over heb gedaan. Ongeveer een uur. Over een stukje waar ik normaal een kwartiertje over doe. Ja, dat is het wel waard natuurlijk. Ik vind het nog een wonder. Het is dus echt code rood, jongens. En het is echt logisch, want het is niet normaal hard aan het sneeuwen nu. Dus ik kan me zo voorstellen dat de mensen die nog later van huis moeten gaan, dat het echt helemaal... gaat dicht slippen overal. Dat is eigenlijk volgens mij ook waarom ze vooral code rood geven en willen dat mensen binnen blijven. Omdat ze dus, als het helemaal vol staat op de snelwegen en zo met files, dan kunnen ze er ook niet langs om te gaan strooien. En er werd ook gewoon, je kan er volgens mij ook niet eens tegenop strooien. Zo heftig is het. Dus ik ben echt heel erg blij dat ik de auto heb geparkeerd. En ik moet nog wel Yola ophalen, maar dat ga ik gewoon lopend doen. Het is best een stukje lopen. Het is wel echt super, super mooi. Echt prachtig, die bomen. Daar gaan we dan, joh. Are you ready? Tada! Ja, ik ben net op het buiten gaan. Oh, je hebt het buiten al gezien. Ik dacht, je hebt het nog niet gezien. Mama, we hebben net een sneeuwbom gemaakt. Een hele grote. Ja? Ja, oh, vet. Bart kon er niet meer op. Oh, dat was dus net zo eentje die Bart wel eens maakt. Zo'n hele joekel. Ja. Staken of staakt iedereen? De juffen? Yola heeft net bedacht dat de juffen staken. Hadden we maar een slee, konden we lekker sleeën hier van de brug. Ja, schat, daar heb je een slee voor nodig. Oh ja. Ja, daar heb je een slee voor nodig. Ja, daar heb je een slee voor nodig. Hè? Mama, nee! Hoja! Jij begon! Mom. Hier, kom hier! Ja, ja, ja! Kom hier! Ja, ja. Oh, nee! Ah, het is koud! Ah, het is zo koud! Bart is lekker burritootjes aan het maken. Burritos! Burritos! Wil je ook met dit stoel? Ja? Nog geen crème fraîche. Oh, maakt niet uit. Maar schat, je hoeft het niet per se in de oven te doen. Je kan ook gewoon wrapjes... Oh, is wel lekker in de oven. Ja, is waar. Ik moest even haasten om de vlog online te krijgen. De vlogmas, maar het is gelukt. Ja, het is gelukt. Hé, hey, hier een mooie vlogmas sok. Een mooie vlogmas sok. Zo joh, hoeveelste wrap is dit voor jou? Wacht even, 20. 50 burrito. Van mij? Ja.
Bart is de vlog aan het kijken. De vlogmus van vandaag. Ik laat even mijn buik zien. Die heeft weer een spurt gehad vandaag. Vind ik. Ja, toch? Kijk hier dan. Zit je met je chocolaatjes. Ja, echt zo in mijn hand. Zo van, oh lekker, die ga ik straks oppeuzelen. Zo, vandaag ga ik eens even lekker vroeg niks meer doen. Chill, Netflix en chill. Hebben jullie trouwens nog tips voor leuke winter/kerstfilms? Niet dat de film over de kerst moet gaan, maar wel dat hij een beetje bij deze tijd past. Vind ik wel leuk om te horen of jullie nog tips hebben. Misschien niet heel goed voor mij om het allemaal te gaan kijken. Aangezien ik heel veel andere dingen moet doen. Maar ja, soms moet je ook denken aan de ontspanning. Hé, Bart is er al. We hebben afgelopen weekend Sinners in één keer afgekeken. Dus die hebben we nu ook niet meer om te kijken. Ja, die was wel echt goed, hè? Ja, het was echt een hele goede serie. Aanrader. Ja, we gaan nu liggen. Dus dankjewel voor het kijken naar deze vlogmas van vandaag. Ik ga morgenochtend snel editen en dan zien jullie er morgen meteen alweer. Abonneer voor meer. Doei doei! Later!